vandaag lekker een korte dag. Ben ik even naar de winkels toe geweest. Ik heb lekker wat eten gehaald. Slecht eten. Lekker eten. En nu gaan we naar de Arkhoeven toe. Daar ga ik Blondie en Boris doen. Daarna gaan we naar Middelhof. En daar ga ik Veroontje springen in de springles. Yes. En dat is de planning voor vandaag. Toch? Ja. Kijk jongens, het is toch de braafste hond. Dan ga ik even naar Blondje toe. Een brave handetje, ja. Zo, oké, de tijd is voorbij gereced. Maar ik wil even op dit zadel zetten. Ik ga Blondie alweer opzadelen. Nou, ik heb gereden met Blondie. Ging geweldig! Had beter gekund. En we gaan nu naar manege de middel. Dan ga ik met Verona in de springles. Nou, ik heb net gesprongen met Verona. Het ging eigenlijk best wel heel erg goed. De afstanden klopten niet altijd helemaal. Maar voor de rest ging het wel heel erg goed. Donderdag vandaag. Morgen is tusseljarig. Dat betekent voor mij altijd... Nou, eigenlijk voor de hele familie betekent gezin. Betekent dat altijd gedoe. Nou ja, gedoe klinkt zo onaardig. Maar Tessa vindt heel veel dingen leuk. Versieringen, taart, ontbijt, cadeautjes, bloemetjes, glittertjes, dingetjes, van alles. Ja, ze houdt daar gewoon heel erg van. En wij zijn als gezin zijn er daar wat soberder in. Is dat gehoord? Vroeger vond ik dat wel heel leuk. Maar inmiddels ligt er een behoorlijk takenpakket op mijn bordje. Dus dan word je daar toch wat minder... Ja... Vind minder belangrijk, denk ik. Maar voor Tess is het heel erg belangrijk. Dus ik ben vandaag bij winkels geweest. Daar kom ik bijna nooit. Ik heb Rick en Lotte erop uitgestuurd om van alles te kopen. Strikken die ik vergeten ben. Verpakkingen. Nou ja, van alles. Tess die is nu bij de schoonheidsspecialist. Die ga ik ophalen. En dan gaan we naar Arkhoeven. Want daar gaat ze rijden op Blondie. En ze krijgt les van Daan als het goed is. En dan morgen is ze jarig. Gaan we een unboxing doen op Instagram. Kun je altijd even kijken. Instagram. Ik zal wel iets moois maken hier. En dan, ik weet niet of ze gaat rijden morgen. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar ik denk het wel. Ik weet het eigenlijk niet. Nou, met Boris gaat het heel goed. Die is natuurlijk bij de tandarts geweest. Die is bij de hoefsmid geweest. Die moest even herstellen, vooral van de tandarts, waarom die twee wolfs kiezen. Maar dat gaat prima. Kijk, zaterdag ga ik naar de Spoga en gaat Tessa op de paarden passen. Dus we moeten even kijken wie welke camera meeneemt, zodat zij ook gewoon kan vloggen. En ik ook. Dus we moeten maar even kijken hoe we dat doen. Moeders heeft mij gehaald van de schoonheidsspecialist. Mijn dingen zijn weer gedaan. Pukkels zijn weer uitgeknepen. Sst. En... Ik heb nu les bij de Arkhoeven. Dat heb ik ook al verteld. Ja, maar ik vertel het nog een keer, want ik heb les. Oké. Ik had een fout gemaakt. Ik heb namelijk de planning niet goed nagekeken. Want dan wil Daan nog wel eens Tess springles geven. En dan doet ze dat meestal 's avonds. Dus Tess had afspraak bij de schoonheidsspecialist om 3:15. En gisteren heb ik met mijn sufferhoofd tegen Daan gezegd. Die vroeg, zullen we morgen 4:30 doen? En toen zei ik, ja. Niet heel handig. Het is nu 4:05. En om 4:30 moet ze dus op de pony zitten. En we moeten nog naar Poldijk rijden. Dat is ongeveer 1:20. Dus dat wordt, opschieten. Maar het is, gaat maar alvast de rijlaars aantrekken. Dus dat maar alvast gaat. We zijn er, moeilijk lastig. Stond een beetje file, dus dan gaat het allemaal nog langzamer. Nu zadel brengen en dan kan ze Blondie rijden.
luistert, Tess? In het begin ging het niet heel goed. En wat ging niet heel goed? Want dat shirtje in de stapmolen vond ze eng. En ze vond je vader die aan het werk was, vond ze erg eng. Ja? Ja. Toen heeft ze al een paard aangereden. Oh. En weet je wat er aan de hand is als een paard iets heel eng vindt? Dan zijn ze niet genoeg met jou bezig. En niet genoeg in controle. Dus jij als ruiter hebt daar veel werk te behalen. En hou wel je kuit eraan, hè? Ja, hou je kuit aangesloten om je paard. Zo, ja. Twee teugels. Daar. Want hier kijk je nou al te veel naar links, hè? Waardoor de lichaam helemaal rechtsaf gaat. Recht houden, keertje duidelijk zijn. Ho is ho, hè? Anders laat je er een keer halt houden. Zo, hand laag. Niet je benen afsteken. Zo. Ja, blijf maar rustig wachten. Zo, gewoon contact bieden, je kuiten aansluiten. Diep zitten. Ja, goed zo. Gewoon even op je laten wachten. Ja, goed zo. Gewoon even geduld. Zo, ja. Hou ze recht aan de voorkant. En als jij het zegt, mag ze weer naar voren. Zo. Wel mooi meeveren in je armen. Dat je niet verstijft zelf. Zo, hou recht. Ik vind dat hij nu al te scheef is. Ja, goed. Terug. Zo, en niet je benen afsteken. Hand laag. Nee, halt. Goedjes, hè? En met die stap meteen weer spelen. Dat ze meer dat lichaam gebruikt. Ja, en gewoon de volte van de E naar de B blijven rijden. Maak er maar vierkant die volte. Zo, ja. Twee teugels. Ik wil hem alleen maar recht. Corrigeren als het te hard gaat. En weer los. Zo, ja. Ja, en waar het kan, rij je een beetje naar voren. Hè? Ja, en waar het niet kan, doe je het niet. Recht met twee teugels. En merk je, ze is heel erg aan het doordrammen. Dan rij je even naar het hoofd. Hou recht. Ja, ze mag niet zo frutten hoor, Jan. Zo, ja. Laat maar lekker een beetje die oren flapperen. Haha. Zo, kriebel, kriebel. Zo, ja. Heel erg goed. Hou je kuit zachtjes tegen de buik. En soepel in je armen, zelf soepel zitten. Snel een keer remmen los, remmen los. Zo, ja. Hou er mooi recht. Hou er mooi recht. Hartstikke goed, hartstikke goed. Nou, we hadden een klein beetje opstartproblemen vandaag. Want Blondie vindt het buiten een beetje spannend. En de controle tussen Blondie en Tess is nog niet helemaal goed afgesteld. Dus bij het moment dat Blondie dacht, nu wordt het spannend, dacht ze, ik ga maar gewoon meteen heel hard rennen. Dan is het minder spannend, denk ik, of zo, dacht ze dan. Dus daar hebben we echt even, ja, geen ruzie over gemaakt, maar echt even consequent duidelijk geweest wat we willen en wat we van haar verwachten. En nou, eigenlijk met een kwartiertje waren we daar doorheen en heb Tess heerlijk kunnen rijden. En ja, ging eigenlijk heel goed. Vrijdag vandaag en Tess is jarig, yay! Ik heb mijn oortjes in omdat ik in gesprek was en ondertussen buiten wilde gaan rijden. En eigenlijk vrij weinig tijd heb vandaag. Video's moeten nog af, dus van alles aan de hand. En Tess is natuurlijk jarig, dus om 2:30 stop alles! Want dan is Tess uit school en dan gaan we feestje vieren. Ik zit nu op Vroon, even buiten ritje. Eén, is dat goed voor haar darmen? Want dan gaan haar darmen lekker werken en dan poept ze alles eruit. En ik heb toch het idee dat ze momenteel toch weer wat meer opgeblazen is dan normaal. Ze is wel lekker dik voor haar doen. Dus niet dik voor de paard, maar voor haar doen. Ziet er verder heel goed uit, maar ik vind haar toch de laatste tijd steeds chagrijnig, dat dus. Dus nu even buitenom. En dan, ja, zal een klein stukje nog hier en daar filmen, maar drukke dag vandaag.
Ik heb heerlijk gereden. Echt fantastisch. Was even genieten buiten. Ik heb gemerkt dat als ik oortjes in mijn oren doe en muziek opzet en dan meezing, dat ze dat fantastisch vindt en dan veel ontspannender is. Dus het is een beetje gek voor alle mensen die voorbij lopen, want mijn zangtalenten zijn niet fantastisch, maar mijn paard vindt het wel fantastisch en die blijft er lekker rustig onder. Dus vanmiddag naar de Arkhoeven gaat Tess volgens mij freestylen, om Blondie toch nog meer uit te leggen dat zij niet de leidende Mary is, maar Tess. Dus dat is hartstikke leuk. En ze is natuurlijk jarig, dus nog heel veel andere dingen. Nou, we hebben de jarige Job gevangen. Die zit nu in de daarachter. Met de AirPods. Met de AirPods. Is ja, helemaal gelukkig. Ik heb hier Kruba aan mijn neus. We gaan nu even naar het pand toe. Want één, we moeten nog unboxen. Ze heeft namelijk ook nog iets anders gekregen van een bedrijf. Dus dat gaan we zo meteen bekijken. En we gaan even bij Aldwin taart eten. Want Aldwin die moet gewoon werken. Dus, jij nog iets te melden, Tess? Ja. Ik ben heel blij met mijn spulletjes. Dat was kort. Rick rijdt. Zal maar even omdraaien, kijk. Rick is onze editor. Vroeger bij Prinsessa. Oh, en mijn broer. Rick is onze editor geworden weer. Net als vroeger bij Prinsessa Haartjes. Maar onze editor was ziek deze week. Heel erg ziek. Dat was niet zo fijn, want toen moest ik weer editen. Maar hij editte wel de video af, dus dat is wel fijn. De weekvlog is echt heel lang. Jullie hebben hem waarschijnlijk al gezien. Anderhalf uur of zo. Ik weet niet of die anderhalf uur blijft. Ongeveer. Hij is in ieder geval heel lang. Ja, zijn live. Hi, waar zijn we live vandaag? Op Instagram. Nou, wij zijn live op Instagram. Dat weten jullie waarschijnlijk, omdat jullie er zijn. En we filmen. Ik heb hier een mooi pakketje gekregen. En ik ben echt heel erg benieuwd wat erin zit. Want ik ben vandaag jarig. Ik heb al wat mooie cadeaus gehad. Bijvoorbeeld, ik wou dit wel heel graag. Maar ik heb nu AirPods, een elektrische fiets. Ik heb cactusjes van mijn broer van Lotte en van zijn vriendin gehad. En ook nog badbons, waar mijn moeder niet heel goed tegen kon. Maar ik heb nu ook deze binnengekregen. En ik ben echt benieuwd wat erin zit. Ik zou zeggen, we moeten eerst wat vraagjes gaan doen of gelijk openmaken. Maar ik kan het er gewoon afschuiven. Ik weet niet waarom je het wil slopen, maar het kan er gewoon afgeschoven worden. Zo. Ga je meneer ons bewegen? Ja. Ze zit in mijn blije ei. Ja, maar vallen. Ta-da. Ik heb hier iets heel moois. Nee, niet filmen. Ik heb hier dus iets heel moois. Ik heb hier namelijk 3 kaartjes van Café Luna. 3. En daar ben ik super blij mee, want ik mag naar Café Luna toe in de... op 7 maart, op een zaterdag. En daar ben ik echt super blij mee. Want ik wou daar altijd al een keer graag naartoe. Want ik zag het wel allemaal andere mensen doen. Maar ik wou het ook. Dus die en die. Ik heb hier namelijk een t-shirt van Café Luna. Oh, gaaf. Het is een emmetje. En wat mag ik hiermee doen? Aantrekken. Zo. Hij is grijs met roze en allemaal glittertjes. Dus die ga ik dan zo even aantrekken. Oh, er staat ook nog wat op. Ja, kom maar voorlezen. Gefeliciteerd, Tessa. Oh, veel plezier bij Café Luna. Liefst team Café Luna. Oh, heel erg bedankt. Ik ben er super blij mee. Thank you.
hebben ze nog een verrassing voor je, Tess. Dat weet jij nog niet. Ja, dat weet jij niet. Wat is er dan? Maar jij mag nog twee fans meenemen. Die gaan dan ook op zaterdagavond met ons mee. En dan mogen ze backstage, net als jij. Oeh, wat leuk. Dus, hoe kan je dit winnen? Want ik vind het echt super gaaf. Dat weet ik eigenlijk nog niet hoe we dat gaan doen. Oh, nou. Nou, weet je wat? Daar gaan we nog even over nadenken hoe we dat gaan doen. Ik weet eigenlijk wel wat. Echt waar? Ga naar YouTube en Instagram en TikTok. Volg ons op alle drie de kanalen. Maak daar een foto van. Dat is niet handig, want ze moeten Kavaluna natuurlijk gaan volgen. En Kavaluna. We gaan de winactie op Instagram zetten. Dat is handiger. We hebben zin ter plekke dingen. We gaan wel gewoon even een leuke winactie op Instagram, TikTok en YouTube naar voorbij laten komen. Ja, gaan we zeker doen. Het is dezelfde winactie. En dan mogen twee mensen met ons mee naar Kavaluna in maart in Ahoy, Rotterdam. Dat is... Zo, het is tijd om naar de Arkhof te gaan. Daar krijg ik een, ik kan het woord niet zo goed uitspreken. Freestyle. Freestyle. Ja? Ja, dat betekent dat iemand die daar verstand van heeft, ook Tessa, leren de Alfa-Mary te zijn. Met haar lichaamstaal en zo. Ja, dat. Ik ben hier met Boris. Ik ben even Blondie aan de slag geweest. En nu ga ik even Boris zijn hoefjes schoonmaken. Een beetje dingen wassen. En dan ga ik zo van ik bestaan nog even besprayen. Want hij heeft natuurlijk nog steeds... Oh, want nog steeds hoefjes weer mooi schoon. Ja! Zo. We zijn weer klaar. Ik heb Boris zijn hoefjes gedaan, waardoor die weer schoon zijn. Ik heb met Blondie ben ik aan de slag geweest. Dat hebben jullie net ook gezien. Even je neus ophalen, één keer vliegen. En daarna even mee stoppen, want dat is gewoon irritant. Nu gaan we naar huis, want ik heb een envelop met mijn advies meegekregen. En die heb ik gewoon vergeten. Op een gegeven moment stuurde een vriend van me een appje. Heb je het al gezien? Nee? Dus ik ga snel kijken, want ik ben wel echt heel erg benieuwd. Ik neem aan dat het nog steeds MAVO is. Maar... ga ik mijn verjaardag vieren, mijn opa komt. Gaan we lekker bij de McDonald's eten. En, ja, dat is wat wij doen. En dit was de weekvlog. Ja. We hebben verder geen bijzonder... Ja, Blondie wordt maandag weer geënt. Ja, daar zien jullie dan niet zoveel aan. Dus een spuitjes voor de rhino. Omdat ze jong is en als je dan de eerste keer gaat enten... moet je dat twee keer doen, anders dan pakt het niet. Ik weet niet hoe dat precies zit. Verder hebben we gewoon les. Tenminste, jij hebt vooral les. Ik heb wat minder les. Eigenlijk nooit les. Ik ga naar de spogen morgen. Ja, en dan ga ik voor drie paardjes zorgen. Ja. Samen met Elisa. Ja, leuk. Gaan jullie even filmen? Ja. Ik ga ook filmen. Ja, doe jij het met je telefoon? Nee, jullie mogen... Rick, die komt met jullie mee, dus die kan sowieso met de grote camera filmen. Uh-huh. En rondlopen bij de spoga met een grote camera, dat is misschien een beetje te filmen. Dus jij neemt de vlogcamera mee? Yes. Nou, dan ga ik met mijn telefoon en met de grote camera ga ik filmen. En ik blijf ook bij Elisa slapen en eten. Dus, leuk. Zo. Ja. Maar dan ga je niet filmen. Misschien wel een stukje, maar... Oké, okay. Nou, bedankt voor het kijken naar deze leuke vlog. Ja, ik zie jullie morgen weer. Nee, morgen. Oh ja, morgen. Oh ja, dat klopt. Oh nee, laat maar. Oh jawel, we hebben morgen een hele leuke video. Wat voor video? Ja, dan ga ik naar een paardje kijken. Ik ben benieuwd. Nou ja, dat zien jullie morgen. Hoe mama naar een paardje gaat kijken. Doei doei!